Donderdag 25 juli om 4 uur 's middags is Victory Sale 2019 van start gegaan. Vandaag is de start op donderdag. Om 4 uur was de Terra Nova, een heel groot oud schip. Die heeft de opening geblazen met grote horen. En vrijdag, zaterdag en zondag is het weekend verder met allerlei activiteiten. En die activiteiten vinden plaats hier op de Voordam en de Zijdam, waar alle schepen liggen. Nog meer schepen langs de Kanaalkade en de Noorderkade. En ook hier bij het Politiebureau liggen heel veel schepen. En die hebben allemaal hun eigen activiteit. Elk schip heeft een nummer. En dat nummer dat correspondeert weer met een bepaalde activiteit. Ja, verder vind je in het programma terug wat voor activiteiten er zijn. Er zijn dus ambachten, kinderactiviteiten, zomer op het plein met heel veel muziek. Dan de bezichtiging van de Terra Nova, de Shantikoren. Dan is er suppen voor de jeugd. En een stadswandeling, dat kan ook nog gebeuren. En alle historische dingen die in de stad te bekijken staan, die staan hier ook nog op en die vindt u ook terug in de folder. Door de extreme warmte op deze eerste dag van het evenement moesten op diverse plaatsen op de route hulpdiensten in actie komen om onwel geworden bezoekers te behandelen.